Welkom bij het laatste deel van de januari submission. Vergeet zeker al niet te liken en te subscriben als je genoten hebt van de vorige video's. En duw zeker op het belletje zodat je altijd een melding krijgt als er een nieuwe video online komt. We gaan beginnen met Lucas. Dat is de tweede grootste submitter van deze maand met 250 kaarten. De grootste had er 600, maar die wou zijn kaarten niet op YouTube. Wat ik ook volledig begrijp en dat maakt ook allemaal niet uit. Voor de mensen die zich afvragen hoe dat iemand dat in eenmaal kan betalen, dat hoeft niet. Via de website zijn er payment plans mogelijk waarin je in 2, 3 of 4 keer betaalt. Zo hoef je niet in één keer, zoals bij dit, 10 euro per kaart is 2500 euro te betalen. De Mega Blastoise EX Full Art, de Pikachu V, Jirachi, Sation. Ook als je zoveel kaarten stuurt, is het ook altijd handig als je dezelfde sets bij elkaar zet. Dan is het voor mij makkelijker om er een overzichtje van te maken. Dan kan ik gewoon delen kopiëren. Pikachu V Full Art, de Snorlax V Max, Volcanion EX Full Art, Gardevoir EX. Nog een Gardevoir V Full Art, Slowbro EX. En een Zapdos van Hidden Fates. We hebben Type 0. Raichu GX, nog een Raichu GX, de andere variant. De Charizard GX en de Gyarados GX. Allebei promos. De Electro GX van Hidden Fates. De Pinsir GX van Hidden Fates. Mount Coronet Gold Cards. Ik hou echt van die Gold Cards. Geeft zo weer iets uniek aan de kaarten. De Starmie GX, Trampa GX, de Mew Reverse Holo van Hidden Fates. Zeggen dat niet alleen de waarde is, dat telt, maar ook wat je voor je persoonlijke collectie wilt. Leon Full Art, Galarian Dormanitan VMAX, Karate Belt Gold Card, Charizard and Braxton GX, Keldeo GX, Charmander van Detective Pikachu, tweemaal, Mega Gardevoir EX van Steam Siege, Opal Full Art, Centiscore VMAX, Ninetales, Holo van Evolutions en een Scizor V Full Art. Dat waren zijn eerste 50 kaarten. Dan hebben we een Gyarados Holo van Rebel Clash, Galarian Surfetched, Beauty Full Art, Rillaboom VMAX, Metallion VMAX, Dragapult, Malamar, Copperajah, Ninetales V. Ik heb nog een mooie kaart. Milotic en een Gengar. Altijd leuk om deze te zien passeren. Dragonite EX, Gardevoir Full Art en Steam Siege. The Mew Reverse Holo, Celesteela Baby Shiny, Lycanroc, Aerodactyl Hyper Rare, the Tauros Full Art van Sun and Moon, Growlithe van New Destiny, Dragonite EX, de Meowth VMAX promo. Meerdere keren. Nog redelijk wat van gestuurd. Zal zeker de PSA 10 wel kunnen halen. Als je er zoveel op stuurt, moet er wel eentje tussen zitten. En de gewone Meowthie of de promo. Deze promo's vind ik echt prachtig. Hij heeft er zo ook nog een paar andere. De Pikachu Zekrom GX. De Celebi en Venusaur, ook prachtige kaarten. De Eevee en Snorlax. Dan een Gyarados van Evolutions. Charmeleon Reverse, de Mew Holographic, Poliwrath, Pikachu Promo, Dragonite EX, Surfing Pikachu Secret Rare, Charizard EX, de Mega Slowpoke EX en een Charizard Spirit Link. Voilà, dan het volgende stapeltje. We beginnen met een Charizard GX, Dragonite EX Full Art. Raikou, Amazing Rare, Pikachu en Zekrom, Opal Full Art, Steelix V, misschien eentje wel Crypto Steelix als ze terugkomen, Crobat V, de Wobbuffet V, de Alcremie VMAX, de Gyarados van Burning Shadows, Steelix EX Full Art, Blastoise en Piplup, dat is weer zo'n Cosmic Eclipse, Special Art versie, Pikachu en Zekrom GX, Sarut V, heel benieuwd naar de film die er gaat komen. Als iemand weet wanneer dat die uitkomt, laat dan zeker weten. Ik ben altijd benieuwd.
de Charizard Reverse Holo met Leon in de background. Nog wat van die Pikachu in Synchron promo. De Ho-Oh EX Full Art, de Alolan Golem Hyper Rare. Wailord, Acerola Full Art, Charizard en Braxton GX, de Rescue Skid Stretcher. Field Lower Gold Guard en Milo Hyper Rare. We hebben ook nog Alakazam V, Heater Paradise Conservation Area Gold Card, Gyarados GX Hyper Rare, Charizard de V Full Art, enkele keren. De Galarian Corsola van Champions Pet. Ja, het koraal aan het uitsterven is er nu een Ghost Pokémon geworden. De Charmander Reverse Holo, de Rayquaza EX Full Art van Roaring Skies, Ancient Mew, Skyla, krijgt die kaart ook. Een van de waifus die enorm aan het stijgen is. Surfing Pikachu, Inteleon VMAX, twee keer. De Mega Charizard EX van Generations, die boosters zijn ook omhoog aan het gaan. Dat was voor de 20ste verjaardag dat ze die hadden gemaakt. En nu komt de 25ste eraan, dus krijgt er weer wat aandacht. De Weavile van Cosmic Eclipse, Eternatus V, Hitmonchan Reverse, Clefairy, Magneton, Ninetales, Starmie Break. Mijn ogen mogen de breakkaarten iets meer liefde krijgen. Er zijn ook misprintversies van waarbij de break moet altijd daar staan. Als je dat dan omdraait, dat de pokeball aan de ondersteboven staat. Vooral in Breakthrough en Breakpoint vind je die. Zeker eens daar kijken. Bijvoorbeeld een Marowak, die heb ik redelijk veel, die dat misprint is. Gengar, Mega Pidgeot DX. En bij die misprints van de breaks, er zijn altijd misprint collectors die er iets meer voor willen geven. Gyarados Reverse Holo. Gyarados Reverse Holo met een Ancient Trait. Dus, dat dingetje daar, ook enorm leuk dat ze dat hebben gedaan. Circuitry Gym GX. Cinderace VMAX. Scoop Up Net. Big Charm. Milo Full Art. Malamar V. Toxtricity, Phalanx, Jesse and James, Scizor GX, Charmeleon, Pikachu V, the Mega Charizard EX Full Art, Charizard Spirit Link, Dragonite Reverse, Flying Pikachu, Marshadow GX, Nihilego, Crimson Invasion dacht ik, Tag Team All-Stars, Zapdos, Moltres, Articuno, en een Rainbow Rare, Reshiram en Charizard. Dan hebben we nog de Reshiram en Charizard van Unbroken Bonds. De Japanse versie, terug de Engelse. Dan die van Tag Team All-Stars. Dus klein verschilletjes, gewoon het set. Tag Team All-Stars zijn gewoon de beste Tag Team kaarten dat ze bij elkaar hebben genomen. Zo ook uit team-up, zoals die Pikachu hier. De Umbreon GX en Sun & Moon Base. De Pikachu promo. Mega Manectric, EX, Flying Pikachu, Charmander Reverse, The Life Spot GX, de Mew Lilipad kaart uit Evolutions, Pikachu Reverse, nog een goede kaartje als je alleen een 10 kan terugkrijgen, Cinderace VMAX, de Sichuai GX, de Voltorb Baby Shiny, Quagsire, Wigglytuff, Ralts, Giovanni's XL Full Art, Mega Charizard EX, Charmeleon Reverse, Pidgeot EX Full Art en Gyarados Holographic. Dan de laatste 50 kaarten van Lucas. Zo weer eentje van de Dries, kom mee gaan lachen denk ik. Nog eens een Moltres, Zapdos en Articuno Rainbow Rare. Ja, Eevee on the Ball. Enorm leuk kaartje, ik ben benieuwd wanneer ze... De Grookey was ook al uitgekomen, alleen ook de twee andere starters en dan ook de Pikachu. Maar met corona zijn die wel uitgesteld. Dus we hebben ook nog de Moltres, Zapdos en Articuno Steenklaas promo. Meerdere malen dan de kaart die dat je bij Game Mania en zo kreeg. En hier is de Grookey on the ball. Enorm leuk om het setje compleet te krijgen. De Pikachu is een heel ander verhaal, die gaat een pak moeilijker zijn om te krijgen. Want daarvoor moet je echt meedoen aan een voetbaltoernooi met kinderen. Dus ik heb heel wat werk in, die zal wel prijzig worden. Buzzwole GX, Metang, Naganadol GX, Sudowoodo,
the Raichu GX, Alolan Ninetales GX en Gebax. En de laatste stapel van Lucas is Mega Charizard EX, DNC, Charmander Reverse, Alcremie VMAX, Orbeetle VMAX, Celebi Amazing Rare, Rockruff, daarom leuk dat hij blauw is, Magneton, Charmeleon Reverse, Gyarados. Niet alleen nieuwe kaarten, maar we hebben hier ook een Shining Tyranitar, een nieuwe Destiny, Moltres, Sceptice en Articuno. Dat is denk ik al de derde in zijn submission die de Hyper Rare heeft. Charmeleon Shadowless, Snorlax en Eevee, Charizard EX, Samazenta V Full Art, een Gold Psychic Energy. Enorm leuke kaarten, zeker als je heel de set kunt displayen. Rayquaza, Tapu Koko Prism, Mew van CP6, Zapdos, Lugia van Vivid Voltage, tweemaal de Raichu en Alolan Raichu, Arceus Dialga en Palkia GX, Roller Skater Full Art, de Charizard V, Greninja GX en een Charizard GX. Dat was het voor Lucas zijn submission van 250 kaarten. Dat was zeker niet slecht. Dan hebben we Mats. Hij heeft ook mee express meegestuurd. Hij heeft ook nog wat gewoon in standaard gestuurd. Gekozen wat dat voor hem het belangrijkste is om snel terug te krijgen. De Zoroark GX Hyper Rare. Dan een Cold Reshiram kaart. Enorm leuk. En ook een Lugia EX Full Art. Mewtwo EX Full Art. Sabrina van de gym. Nog zo'n prachtige Gengar in de background. Kirchhoff, Eternatus VMAX, Shining Noctowl, Venusaur van de base, Blastoise, nog een Venusaur, de Colossal Gold Card, Venusaur, Charizard, Light Dragonite, prachtige kaart, Light Togetic, Dark Ampharos. Ik wil echt dat ze die Dark en die Light terugbrengen, maar dat zal nog afwachten zijn dat ze dat ooit doen. Dark Espeon, Dark Tyranitar, Dark Gengar. Mijn ogen, een van de mindere Gengars. Light Arcanine, Dark Feraligatr, Light Azumarill, Dark Typlosion, Dark Donphan, Dark Scizor, Dark Houndoom, Dark Porygon 2. En een Miracle Energy. De volgende is Tom. De man van de boosterpacks. Die heeft ook nog 53 kaarten meegestuurd. En in semi-rigid gestoken. Dat is altijd makkelijker. Dan moet ik die niet meer verplaatsen. Greatsuit komt er ook binnenkort terug aan. Probeer wel als je tapjes gebruikt om die langs achter te steken. Voor in het filmpje is dat dan iets mooier. De Lugia Neo Genesis. Rapidash. Reverse. Dark Slowbro. Lapras. Steelix. Ninetales, Zapdos, Mewtwo, Venusaur, Shining Magikarp, Umbreon, First Edition. Dan hebben we Blaine, de Tyranitar, First Edition. Heel jammer dat deze geen holo is. Is gewoon niet in de set zo gedaan. Dan tweemaal de Charmander, een Alakazam V Full Art, de Porygon Z, pre-release van Black and White Plasma Blast. Espeon EX Full Art, de Gallade, een Secret Wonders, Machamp, Gastrodon, mijn Holobleed zoals jullie wel kunnen zien hier. Komt veel voor bij de Diamond and Pearl era. Alakazam van Skyridge, Mewtwo EX van Breakthrough, Glaceon GX Full Art, Ampharos EX Full Art, Rayquaza GX Full Art. Dan hebben we nog een Lugia GX van Unbroken Bonds, Alolan Ninetales GX, de Full Art en de Hyper Rare, Articuno GX, weer Full Art en Hyper Rare, Suicune, ook weer combo setje. Zo heeft hij wel een paar, ook de deze, Zapdos Full Art, enorm leuke kaart, heeft ook de Articuno, jammer dat de Moltres erin is, Houndoom EX, Mewtwo EX Full Art, Mega Blastoise EX, Mega Altaria EX, Kyurem EX, Shaymin EX, die zat in de Generations Elite Trainer boxen.
Mew, full art van de Pin Collection, Shaymin, Dark Houndoom pre-release, Wartortle pre-release, Gyarados pre-release, Charizard EX. We hebben makkelijk schade. Dus we dat hier een van onder kunnen misschien wel zien. Dat is gewoon dat die echt heel rot verpakt zitten. Ik kan het niet veel aan te doen. Dan de Charizard van Generations en nog een Dark Magician van het starterdeck van Yugi. Dan hebben we Dennis. En we beginnen met een Sonya Hyper Rare, Marnie Hyper Rare. Even zien of dat Dennis geen Instagram had. Ik dacht van wel. Nee, het is geen Instagram. Dan hebben we een Persian, een Pikachu, Pikachu Full Art, een Kanazawa Pikachu, Holo Pikachu, Celemance V, Celemance GX, Celemance VMAX, alle soorten Celemance, Celemance VMAX Hyper Rare, de Charizard GX, de promo en de gewone Hidden Fates kaart. Dan de Charizard VMAX, de Illustrator Charizard, de Charizard van Shocking Vault Tackle. Nog een Charizard en dan Charizard V, Japans, een paar keer. Dankjewel Dennis. Dan hebben we 5 vrienden die samen hun kaarten zijn komen afgeven. We hadden graag nog, ze waren nog net op tijd. Dus daarmee is dat ze ook maar in de laatste video zitten. Zo, dus Moltres, Zapdos en Articuno, GX, Hyper Rare, Celebi, Amazing Rare, Rose, Hyper Rare, Illustrator, Charizard en dan de 3 Egyptische godkaarten. Enorm leuk, nostalgisch voor de mensen die dan naar Yu-Gi-Oh! Hebben gekeken. Dan hebben we Sis met Moltres, Zapdos en Articuno, Reshiram en Charizard, Mewtwo en Mew en dan een prachtige gold card Mewtwo en Mew GX. Vervolgens hebben we Jonathan met 5 kaarten, een EVV promo, de Illustrator Charizard, de Greninja en Zoroark, GX, Charizard Reverse Holo en een Rayquaza promo kaart. Dan hebben we Yorick. 5 kaarten, een Mewtwo van Tech Team All-Stars, prachtige kaart, Charizard en Reshiram GX, een Flareon Goldstar. Dat is niet in al te goede staat, maar je laat gewoon als herinnering opgestuurd hebben. Een Zekrom Full Art van Black and White en een Blastoise van Tech Team All-Stars. En de laatste van de 5 vrienden die de kaarten is komen brengen en alles mooi had onderverdeeld, is Dennis, Dark Charizard, dan een Darkrai Umbreon van Tech Team All-Stars Hyper Rare, Twin Energy van Rebel Clash, een Lugia, die volgens mij wel een crease heeft. Niet al te best laten, maar nog altijd blijft Lugia van Neo Genesis, Greninja GX, Charizard en een Illustrator Charizard. We gaan verder met Arno. Ook een vaste zender, elke maand, bijna elke maand, altijd wel heel wat kaarten. Als je even aan het zien of dat die een Instagram had, maar nee. We hebben een Dragonite van Fossil, Jinx Reverse, Golem. Als er iemand nu toch de filmpjes kijkt die dat gezegd, ik had mijn kaarten niet graag in de video, maar als je dat toch wilt bij de returns, kunt je mij gewoon altijd een mailtje sturen op laurent@createdgem.com. En dan pas ik dat wel aan en dan krijg je bij de returns gewoon een video. Weedle, Dark Slowbro, Onix, Pinsir, Pichu. Heel leuke Wizards of the Coast holo kaarten. First edition Kabutops, Ditto, allemaal first edition, nog een Ditto. Marowak EX Delta Species. Dan hebben we een Togetic, Magneton, Scyther, Slowking, Typhlosion, Relegator, Snorlax van Jungle, Ampharos, Dark Hypno, Dark Slowking, Dark Artillery,
Dark Steelix, Blastoise, Flames Arcanine, Hypno, Charizard V, Venusaur van Legendary Collection, een Spaanse Venusaur denk ik. Altijd lastig om het verschil tussen Spaans en Italiaans te zien. Maar je kunt er normaal gezien wel perfect zien aan PV of iets anders. Charizard van een Genesis Neofolder, Pichu de Entei Mewtwo GX. Dan hebben we een Charizard V Level X, een Charizard van Crystal Guardians, Japans, de Charizard van Expedition, Blastoise, Prox Ninetales, Gardevoir EX, Walrein, Sceptile, Salamence, Deoxys, Articuno, Zapdos, een Aerodactyl First Edition, Dark Gyarados, Meganium Reverse, Feraligatr, een Clefable, Blastoise, Snorlax, Mr. Mime, No Symbol. Dus, niet denken dat deze base set is. Het is wel degelijk jungle, maar ze zijn vergeten om het jungle symbool erop te zetten. Ik dacht dat deze ook. Je ziet duidelijk dat hij allebei 64 kaarten in de set heeft. En bij base set is dat 102, dacht ik. Dus dat is geen base set. Alakazam, Blastoise, Dragonite, First Edition, Nidoqueen, Nidoking, Houndoom, en Crobat Reverse. En nog één stapeltje van Arno. Ninetales, Poliwrath, Raichu, First Edition Machamp, Nederlandstalig, Nidoking, Charizard, Garchomp van Cynthia, de Raichu, Mewtwo GX, heel off-centered zoals jullie zien, Guzma, Pikachu Reverse, Charizard EX, Vanette GX, Lucario GX, Misty Seedra pre-release, Hypno, Scyther, Gyarados. Leuk om het verschil hiervan te zien tussen de base set en de Evolutions reprint. Ninetales, Nidoking, Zapdos, Clefairy, Machamp, nog een Clefairy, een Nidoking, Machamp, Gyarados en een Zapdos. De volgende die heeft meegestuurd is Martijn. Met wat Japanse base sets, Japanse jungle, Electrode, Gyarados, Sabrina's Alakazam, Steelix, Celebi, Cool Porygon, twee keer een Dark Gyarados pre-release, de Mew promo, First Edition Nederlandstalige Gyarados, Pikachu van base set, Japanse versie, Charmander en een Salamence V. Dan hebben we nog Salvatore. Mijn Pikachu Full Art promo. Pikachu Full Art van Cosmic Eclipse. Armored Mewtwo. Rayquaza van Vivid Voltage. Gardevoir V-Max. Moltres, Zapdos en Articuno. Weer eentje Dries. En de Fates, Keldeo GX. Aerodactyl GX. En Pierce. En dan de laatste. En dan komen we aan mijn kaarten. Ik moet ze nog even selecteren, die zal ik later vandaag nog filmen. Maar die komen mee in deze video, dus jullie hoeven daar niet op te wachten. Een Bulbasaur, Charmander, Pikachu. Het zou heel leuk zijn als hij de vier starters allebei in een leuk setje kan gieten. Blastoise, Charizard en Venusaur, ook een leuke trio. Een Raichu, Mewtwo, nog een Raichu, Zapdos, Chansey, Alakazam, Nidoking, Poliwrath, heel zijn base set, bijna opgestuurd denk ik, Hitmonchan, Gyarados. Dan hebben we Ninetales, Machamp, Magneton, Clefairy, Jolteon, Flareon, Dark Blastoise, Glaceon EX, samen met de Umbreon EX, allebei van Fates Collide, Dark Weezing First Edition,
Chimpluff enorm leuk om deze kaart op te sturen. Met de sneeuw die de laatste dagen toch aan het vallen is. Een Kabu Hyper Rare, een Shining Lugia, een Shining Celebi. Ook een Shining Jirachi, Shining Ho-Oh. Dan 3 Charizard GX promo's. Een Charizard van Evolutions, waarin hij redelijk goed staat. Dus we hopen toch allemaal op 9 minstens. Een Charizard Reverse van Crystal Guardians. Een Charizard van Secret Wonders. Een Charizard van Power Keepers. Een Expedition Reverse. Een Venusaur. Shining Ho-Oh. Moltres Zapdos en Articuno GX. Easter Pikachu. Zacian V. Samazenta V. Zapdos. Nidoking. Gyarados. En Hitmonchan. Om januari maand af te sluiten, ga ik ook nog even mijn eigen kaart tonen. Ook vooral om voor mezelf, zodat ik altijd kan terugkijken wat ik heb opgestuurd. Dus ik heb de Entei promo, Ancient Mew, enorm leuke kaarten vind ik om zelf te kopen. Sealed, aangezien dat die nog wel goede waarde krijgen in PSA. Zoals in een PSA 8 en zo. Ik heb ook een volledig Ashes Pikachu setje opgestuurd. Kanazawa Pikachu in de hoop om toch minstens 1 10 te hebben. De Amazing Rares, zoals veel wel weten na deze video's, dat ik echt wel zalig vind. Kyogre Amazing Rare. Die veld al. Pikachu. Ik weet al niet meer van welke wat het daar promo was. Pikachu Battle Fiesta 2017. De 61 versie en de 68. Deze zijn allemaal 61's. Shining Ho-Oh. Als promo kwam bij de Shining Legends Booster Box in Japan. Dan de Tohoku Pikachu. De Summer Fiestas. En dan hebben we nog 2 van mijn favoriete setjes. De Eevee Poncho. Met alle evoluties. Daar vind ik echt gewoon zalig. Wel redelijk duur geworden, dacht ik. Maar nog altijd wel doenbaar. Dan de Pikachu Boss Set. Met alle slechteriken eigenlijk. Team Galactic, Team Fair, Team Skull. De Mimikyu en Pikachu van een soortgelijke box waar die allebei in zitten. Pikachu Friendly Campaign, kaart. Gentleman Pikachu. Cherry Blossom Pikachu, ook wel de Afro Pikachu. Flower Pikachu of zoiets. Ik kan zelf niet meer op alle namen komen. Maar toch zo lang duurt, heb ik hier ineens redelijk wel opgestuurd. Een Toys R Us promo. Een paar Reds Pikachu's. Ik krijg hier eindelijk de waardering dat ze verdienen. Ook al zijn die enorm veel gemaakt, echt prachtige kaart. Dan de kaarten van de Eevee Toys R Us campaign, denk ik. Zaten alle 4 in 1 pakje. De 3 birds en een Pikachu. Een T-Ceremony Pikachu. En 3 mooie Eevees. Vind ik toch. Armored Mewtwo. Ik denk dat deze net een beetje damage had. Een indeukje door die cartridges dat erachter zitten. Echt jammer dat die zo verpakt worden. En een Charizard van Mewtwo Strikes Back. Pikachu Playing in the Sea. Een Pikachu GX Beams Exclusive kaart. Comedian Pikachu. Een Pikachu Full Art. Shibuya Pikachu. Pikachu Rescue Team DX. Pikachu V. Pikachu met bloemetje. Illustrator Charizard. Ik heb 3 maal opgestuurd, denk ik. En een Ancient Mew. Dat is de reprint van in 2019, denk ik. Wat je daar kunt zien, is dat niet de. Niet die van vroeger, maar wel, hij ziet er exact hetzelfde uit. Ook de bek, zoals jullie kunnen zien, is eigenlijk heel gelijkend. Een Charmander,
promo. Dan de Get Campaign. Pikachu kaarten ook, zoals de Sint-Engels hebben uitgebracht. Heb ik ook in het Japans opgestuurd. Een Charizard van de Japanse Vivid Voltage. Nog wat Tech Team All-Star kaarten. Elke booster daarvan heeft gegarandeerd een GX als pool. En als je een van, een van die kaartjes sowieso al poelt, dan vind ik toch een goede booster. Dus. Dan heb ik ook woensdag op de livestream op Twitch een beetje Dream League open gedaan. En wat Rapid Strike en Single Strike. Ik heb er daar echt leuke gepoeld. Ik heb er ook wat van opgestuurd. Dus deze zijn de gewone GX'en die je kan poelen. Het zijn er maar vier verschillende. Maar ik vind ze alle vier eigenlijk prachtig voor gewone GX'en te zijn. En dan de Full Art kaarten waarvoor ik het toch heb gedaan, de Character Rares. Met vier boxen heb ik er 12 gepoeld. 10 verschillende, dus ik was enorm gelukkig. Deze dubbel, een Piplup. En de Pikachu ook. De kaart waarvoor dat bijna iedereen naartoe. Ook nog een Magnemite. Koffing, Gallade, de Mimikyu twee keer, ook een van de betere om te poelen, Excadrill en de Stoutland. Ik mis dan alleen nog de Steelix en de andere weet ik al niet meer. Dan heb ik ook nog een Full Art Solgaleo en Lunala met een Lily erop. Altijd goed als er een waifu kaartje, gewoon een waifu op je kaartje staat. Ook nog Rosa Full Art en Lily Full Art. Dat is de andere kaart waarom dat iedereen die packs open doet. Enorm duur kaartje in PSA 10. Zelfs Raw is die al prijzig. Dan ook nog de Zekrom en Reshiram Hyper Rare met N erop. Ook prachtig. En dan deze zijn van de... Deze Single Strike denk ik. Ook nog een Mimikyu. En dan... De symbolen van de set zeker. Deze zijn van de Single Strike, deze van de Rapid Strike. Voilà, dat was het voor januari. Vergeet zeker niet dat de deadline voor februari 22 februari is. Die van maart zal ook 22 maart zijn. Dat is allebei op een maandag. Dus stuur zeker op tijd de kaartjes in. En tot de volgende. Als jullie een video willen zitten, zeker opsturen. En laat dat maar iets weten. Hè. Salut!